Ja, hij is net een beetje wakker aan het worden. Dus ik ben even hem aan het. Ik heb hem even gepakt. Nu gaat hij lekker even stoppen achter de wekker. Kom maar. Goedemorgen, het is maandagmorgen 10 september. Als het 10 september is, dan is er hier. Nee, het is 9 september. Morgen is er iemand jarig. Dus maar 9 september, vandaag is er ook vast iemand jarig. Gefeliciteerd als ik je. Als je jarig bent vandaag, alvast een hele fijne dag. Ik ben al een poos wakker, heb een heleboel dingen gedaan. Het is nu 7:45. Ik ga zo naar de garage rijden, want er is iets met mijn auto. Nou heb ik natuurlijk ook wel heel veel gereden afgelopen zomer. Echt voor mijn doen ook echt heel veel. Maar de lichtjes vielen uit in de auto. Mensen zeggen je knip. Dus of er iets met de accu of iets met de dynamo. Maar hoe dan ook, het moet gefixt. En dat moet voor vrijdag, want ik heb mijn auto nodig. Nu heb ik dus wel een rijbewijs met mijn auto iets mee aan de hand. En ik wil er gewoon niet een heel eind mee gaan rijden. Eens even kijken hoe het met de beestjes is. Nou, die hebben heel goed gegeten. Tenminste, met name de Squirtle heeft super goed gegeten. Want die had van mij wat lekkers gekregen, maar dat is weg. Dus dat is heel fijn. En ook alle visjes en garnaaltjes zijn verdwenen. Dus ik geloof dat die honger had. Ik zal hem zo nog eens even wat extra's geven. Kan hij wel gebruiken. En oh, hij heeft nog zijn voerbakje. Er ligt nog genoeg in. Vanavond krijgt hij weer. Dus ze krijgen s'avonds op een vaste tijd eten. Zodat ze aan mij wennen. En dat ze wennen dat ze eten krijgen. Nou, daar is al iemand keurig aan het eten en drinken geweest ook. Het voerbakje. De knaagstang is goed gebruikt, kan ik zien. En nu ligt meneer ergens te slapen. Ik ga even kijken waar hij ligt te slapen. Actiepunt 1, garage. Ja, en ik moet gewoon werken straks hoor. Maar ik heb maandagochtend even een paar uur vrij. Dat is wel fijn. Dus dan kan ik dit soort dingen even doen. Sleutels. Als je deur op slot draait, moet je ze ook weer open draaien natuurlijk. Ik heb jullie nu in de hand. Vraag me af, heb ik gisteren wel afgesloten? Ik denk het wel. Soms vergeet je dat wel eens, dan ben je gewoon met zoveel dingen bezig. Nou, ik ga even tot straks. Oké, dat was heel snel heel duidelijk. Het is niet mijn accu, die is nog prima, zeggen ze. Het is de lichtschakelaar, die zit in je stuurkolom. Het is geen goedkoop grapje, maar hij heeft me even laten zien wat het is. Het is, ja, doordat je heel vaak je richtingaanwijzer gebruikt en je lichtverlichting... gaat dat slijten blijkbaar. En bij mij is dat om een of andere reden wat meer. Ze weten het ook niet. Het gebeurt af en toe een keer. So be it. Het is niet gratis. Maar het is niet gevaarlijk. Ik mag er gewoon mee rijden. En woensdag komt er al een nieuwe in. Ze moeten het even het onderdeel bestellen. Dus woensdag moet ik hem brengen. En dan aan het eind van de dag... flink betalen. Nou ja, dat hoort bij een auto hebben. Weet je, dat heb je niet als je bij het openbaar vervoer reist. Maar ja. Het zij zo. Oh. Ja, het zij zo. Het hoort erbij. Goed, het kan opgelost. En ja, het is ja, niet anders. En dan wil ik iemand beterschap wensen. Dat is de dochter van een hele trouwe kijker van mij. Van Monique. Dat is Denise. En Denise is vandaag geopereerd en dan is het maandag 9 september aan haar amandelen. En als je wat ouder bent, dan is dat echt een heftige ingreep. Ben je niet zomaar 1, 2, 3 van hersteld. Dus Denise, van harte beterschap. En ik hoop dat je je nu een stuk beter voelt dan toen ik de video opnam. Dus heel veel beterschap en ik hoop dat je gauw weer met je moeder mee kunt kijken. Nou, hoi. Ik ben inmiddels uitgestudeerd. Ik ga naar ik ga eerst op visite en daarna naar mijn werk. Dus ik ben er aan het eind van de dag weer. Ik weet nog niet hoe laat precies. Ik ga nog even wat aan mijn haar doen. En dan zie ik jullie dus ergens vanmiddag weer een uurtje of 4:30, 5 uur gok ik. Hey, hoi, ik was alweer even thuis. En ben al bezig met het eten. We eten vandaag snijbonen. Timo eet er piepers bij, die staan al te koken.
En hij heeft Gelderse schijfjes, één voor vandaag en één voor morgen. En ik wilde laten zien dat ik kip heb, maar die ligt al in de oven. Maar 3 kipvleugeltjes voor nu en 3 kipvleugeltjes voor een andere dag. Dus dat kan allemaal in de plastic bak. En vandaag moet de groene bak naar de weg, dus dit moet ook nog weg. Die mag nog eventjes in de plastic bak. En de rest kan in de groene bak. Ja, hij is net een beetje wakker aan het worden. Dus ik ben even hem aan het... ik heb hem even gepakt. En dan gaat hij lekker weg. Stop achter de wekker. Kom maar. Hij vindt het nog wel heel eng dat oppakken. Maar hij laat het al wel toe. Hij is mooi, hè? Ja, wat ga je er nou van tussen? Nou, dat gaan we maar niet doen. Nee, nou. En zo zijn we met Blackie ook begonnen. Even uit de kooi. Waspakken. En dan... En hij vindt het nog heel eng. Het is ook pas zijn tweede dag hier eigenlijk. Hè? Zaterdagavond is hij gekomen, zondag. Dus eigenlijk pas zijn tweede dag. Dus ik vind dat hij het al super goed doet. Kom maar. Nou, gaan we weer in zijn huis zetten. Nou, ik heb mijn... Oh, hallo. Hallo. Er zit een vlek op. Ik denk dat dat meespoelt. Ik ga jullie even schoonpoetsen, want ik ben een beetje water. Ja, nu zijn jullie weer scherp. Er was iets voorgevallen. Nou, dat is er nu af. Dus ik denk dat heeft ze rode wangen. Ja, ik heb al mijn huiswerk af voor vandaag. Dus dat scheelt alweer. Oh, kom je nog even kijken. Noe, ga gauw weer weg. Maar ik ga nog even een rondje lopen. En dan ga ik daarna lekker nog even een poosje diamond painten. Ja, we hebben lekker gegeten. De kip was goed. De boontjes waren lekker. Lekker een beetje boter en boterskaat erop. Dat is altijd een goed idee. Oh ja, en dan moet er een bak naar buiten. Ik denk de groene bak. Ik denk dat dat gelijk me even meeneemt. Ik neem jullie even niet mee met lopen. Want dan heb ik en mijn jaszak vol met een telefoon en een camera en een bak. Dat gaat hem niet worden. Dus jullie blijven even binnen. Sorry. Ja, morgen weer of zo. Of overmorgen. Goed? Tot straks. Oh. Ik was even Lingo aan het kijken. Maar ik moet nog eventjes wat terugbrengen. Die. Want vorige week heb ik gecollecteerd. En zoals ik toen al zei, dat kon ik niet laten zien. Of wil ik ook niet laten zien. Maar hij moest nog even terug. En ik had bedacht, oh dat doe ik zo meteen wel even. Maar ze belde al. Ja, we zijn klaar. Ben je het vergeten? Nou, nee. Maar ik was even wat andere dingen aan het doen. En ik ben net terug van het wandelen. Want dat vond ik voorrang hebben. Dus ik ga hem even mijn fiets pakken. Ga ik hem even terugbrengen. Nou, zo snel heen en weer dat de finale van Lingo nog niet eens is afgelopen. Wat ik wel jammer vind, is dat ze tegenwoordig niet meer tellen waar je bij bent. Dat had altijd wel iets. Wist je tenminste ook een klein beetje wat mensen deden. En dat, ja. Nu is dat niet zo. Of je stopt de stekker. Ja, helpt hè. Stekkers in stopcontact. Die kan eruit. Dus even kijken of er al een marmeltje wakker is. Nog niet. Ze zullen zo wel wakker worden. Het begint net een beetje donker te worden. Dus ik ga even een snack dingetje maken. En dan ga ik nog even een diamond paint hoekje doen. En dan ga ik op tijd naar bed. Morgen weer een hele drukke dag. Wel een toffe dag. Maar ja, het is gewoon best intensief. En werken en leren en vloggen en editen. Oh ja, ik moet morgenochtend echt even thumbnails maken. Dat ga ik morgenochtend doen. Voor te zorgen dat hij elke keer precies dezelfde plek ligt, heb ik gewoon even met een pen streepjes gemaakt op tafel. Kijk. En dan de camera. Dan ligt hij elke keer hetzelfde. Hij ligt goed. Klik. 2, 3, 4, 5. En uit. En het resultaat zien jullie als al die filmpjes achter elkaar gaan. Ik moet nog, ik denk dat ik nu op de helft ben van het eerste rijtje. Hoeveel rijtjes moet ik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rijtjes. Voorlopig ben ik nog wel even bezig. En dat geeft niet, het is het plak lekker, dus dat is mooi meegenomen. Maar ik ga thumbnails maken. Het is 9 uur. Mooi nog even tijd voor. Oh ja, ik heb nog een bonus voor mezelf neergezet. De wasmand. Geeft niet. Ik had gisteren de was gedaan. En die was nu droog.
Dus die kan dan mooi opgevouwen en gedaan. Ja. Is dit al genoeg om te filmen? Ja, zat. Nou, laat ik dat eens eventjes gaan doen. Thumbnails maken. Ja, moet ook gebeuren. Soms is dat wel een even nadenken, hoe of wat. Even spieken allemaal. Ja, laat ik dat gewoon gaan doen. Nou, zo puzzel je dus. Nieuwe foto, andere tekst, nog een andere tekst. Zo blijf je toch. Wil je die maan zien? Die is mooi. Kijk of jullie hem ook zo mooi kunnen zien. Hij is niet vol overigens, maar dat is wel grappig. Het is een halve maan en jullie zien het alsof het een volle maan is. Dat is grappig. Nou, hier hebben we nog even de hamsters kunnen zien. Daarna hadden ze er geen zin meer in. Ik wil nog wat foto's maken, maar er werd heel snel overal onder gekropen. Zoveel, ga weg. Ik ga even naar boven, ik zie jullie daar weer. Ja, dan ga ik mijn hobby nog even doen. Terwijl ik even tv kijk. De was. Hier is een keer een ander plekje voor wat uitzicht. Dus nu niet meer doet. Thijs heeft heel veel stress. Het autootje doet helemaal niets meer. Terwijl Theo al verwachtingsvol zit te wachten. Het element is te zwaar. Nou, voor ik mijn bed induik, ga ik nog even B12 spuiten. Maar ik ga jullie alvast afsluiten. Tenminste, ik ga de video afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Even een duimpje omhoog. Kijken eens een keer of we die 100 likes kunnen halen, jongens. Want dat is nog niet gelukt. Daar moeten we nog eens een keer overheen. Ik wens je een super fijne dag als je de video's morgens kijkt.
kijk je hem 's avonds.